Ik ga slapen met Scotty. Het is natuurlijk heel lekker warm en gezellig in bed met je hondenmaatje. Ik bedoel, het biedt troost, je voelt je niet zo alleen. En nog een heel groot voordeel, hij is zo lekker warm. Scheelt je zo weer een extra pyjama. Je hebt natuurlijk wel een grotere kans op infecties en kwaaltjes. Huisdieren kunnen nu eenmaal ziektes met zich meebrengen die voor ons op zijn zachtst gezegd nogal vervelend zijn. Het bevordert natuurlijk ook de band met je huisdier. Hoe schattig, een spinnende kat op je sprei of een zacht snurkende hond naast je op het kussen. En laten we eerlijk zijn, Scotty is natuurlijk een volwaardig lid van mijn gezin. Die geeft je toch geen slaapkamerverbod? Het is natuurlijk ook slecht als je allergisch bent. Huisdieren laten namelijk huidschilfers en speeksel achter op je dekbed. En daar zitten allemaal bacteriën in. En dat kan weer zorgen voor een allergische reactie. En denk nu niet dat je deze huidschilfers of bacteriën kunt verwijderen door je hond te wassen of je beddengoed wekelijks te verschonen. Schoon bed, hond 5 minuten erop en je bent weer terug bij af. Je huisdier slaapt natuurlijk ook beter. Iedereen kan beamen als je net een puppy hebt, dan is het in het begin best afzien. En dan zet je die mand al snel op je slaapkamer. Ja, en eerlijk, dat schatje slaapt natuurlijk nog beter als hij bij je in bed ligt. En dan een verstoorde nachtrust. Dieren woelen hun slaap, kruipen tegen je aan, je slaapt minder diep en dan de volgende dag, ja, toch wat minder energie. En het werkt natuurlijk ook heel rustgevend. Je trouwe maatje bij je in bed, die over je waakt, ja, dat geeft gewoon een heel prettig gevoel. Slaap lekker!